Good morning, everyone. Welcome to another Aruba Post-Corona, a new normal, a better normal series of Zoom presentation organized by the University of Aruba and hosted by the Center for Lifelong Learning. My name is Deborah Alexander, and as the coordinator of the Center for Lifelong Learning, I'm happy to have you here with us at another interesting presentation, an interesting topic on this beautiful Tuesday, July 21st. Before we start with the webinar, I would like to ask you to take note to the following. This presentation will be held in Dutch. It was mentioned on the invitation, but now that you know, once Armand, our presenter, starts to speak, he will go over to his native language, which is Dutch. Also take note of the webinar features, which is you can see myself, you can see Armand, but you cannot see everyone who's in the webinar with you. And for many, this seems a bit distant, but I ask you to take advantage of our chat box, which is at the bottom of your screen, to send us your name, type in your name, and let us know where you're zooming in from. I see some of you have done that, but I encourage all others to do so. You'd be amazed who's in the Zoom with you. That leaves then the Q&A box specifically for your questions. These will be answered at the end of the presentation. And please feel free to post these questions in the language that is most, your mother tongue, let's put it. I could imagine it's a very interesting topic. And if you want to ask your questions in Papiamento, English, Dutch, Spanish, we try and answer that as good as possible because our presenter can speak all languages quite well. I always say, have patience with the internet. Should we fall out, then, you know, just wait until we return. Use the link that was sent to you. And if your internet falls out, don't worry. This presentation will be recorded and you can always look at it at a later date. At the end of the presentation, there will also be an evaluation, a survey. Once you click the browser to close, the evaluation survey will pop up. And I ask you to please fill this in because your feedback is highly appreciated and it helps us to improve our services to you. So today's topic was a bit of a challenging one to read in the beginning. Conditio sine qua non, for un vetro normal, for a better normal. And who is our presenter? I mentioned his first name just now. Armand Hessels is no unknown figure within the Aruban community. And I'm proud to say many, many years ago, I won't say how much, he was my gym teacher and that of many of you. He's also president of the Foundation for Good Governance, Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba. And you can see their website, so feel free to click on it for more information. And over the last 30 years, he's contributed to writing many articles and books and series of reports on subjects like personnel policies, financial administration, transparency, the functioning of parliament, socioeconomic policy, and integrity. Armand dedicates, and I think quite a large part of his life, he dedicates to advocating for good governance as a vital requirement for recuperating the financial, economic, and social health of Aruba. Having said that, hierbij, Armand, draag ik deze presentatie aan jou over. Dankjewel, Deborah. En natuurlijk aan iedereen die hierbij is. Goedemorgen en welkom bij deze laatste presentatie in het kader van de Donut Economy. Conditio sine qua non, voor een beter normaal. En dan is natuurlijk de eerste vraag voor veel mensen, ja, wat bedoelen we nou eigenlijk met een beter normaal? Wel, dat slaat op de doelstelling van de Donut Economy. Die is gericht op een zo groot mogelijk welzijn, zo voor zoveel mogelijk mensen, ook de sociaal zwakkeren, maar ook voor de planeet zelf. De enorme vervuiling die we nu hebben, proberen ze gewoon tegen te gaan door juist veel aandacht te gaan besteden aan handhaving en zelfs verbetering van de natuur. Maar dat kan de economie zelf niet verrichten. Daarvoor is er een ontzettend belangrijke voorwaarde
een noodzakelijke voorwaarde, of in Latijnse termen, een conditio sine qua non noodzakelijk. En dat is een bestuur. Een bestuur dat gericht is ook op het welzijn van iedereen, zowel van de mensen als van de natuur, en dus een focus heeft op het algemeen belang. Een bestuur dat erop gericht is om de voordelen, de rendementen van een economische groei te combineren met rechtvaardige verdeling. Als we dat goed bekijken, dan krijgen we dan te maken met een bestuur dat ook voldoet aan criteria van deugdelijk bestuur. Dus we hebben voor de uitvoering, voor de realisering van de donut economy, hebben we nodig deugdelijk bestuur. En nou kunnen jullie zeggen, ja, maar wacht eens even, wat je daar beschrijft, zeg maar de doelstelling van de economie en een deugdelijk bestuur, dat zijn eigenlijk vanzelfsprekende zaken. Dat zou iedereen moeten willen, dat zou elke regering op een gegeven moment als doelstelling moeten hebben. Wel, dan denk ik dat we even moeten kijken naar de realiteit. Want de afgelopen 200 jaar, tot en met nu zelfs nog, hebben te maken met een economie die op een heel andere lees is geschoeid, namelijk op basis van de filosofie van de vrije markt. En wat zijn dan de doelstellingen van deze vrije markteconomie? Nou, die is met name gericht op een zo groot mogelijke realisering van winst. Die winst die komt vooral ten goede aan een kleine groep van directieleden, met natuurlijk de eigenaars, de aandeelhouders van het bedrijf. En om dat te realiseren, die hele grote winst, wordt het gedaan door de productiekosten zo laag mogelijk te houden. Dat gaat ten koste van werknemers, maar het gaat ook ten koste van het milieu. Want grondstoffen die moeten zo goedkoop mogelijk worden verkregen. En dat heeft onder meer vervuiling tot gevolg. Want ook de restanten van de hele het hele consumentengedrag, wat hiervan het gevolg is, wordt op een gegeven moment teruggedumpt in de natuur. Met vervuiling tot gevolg. Nou, het gevolg hiervan is een enorme maatschappelijke ongelijkheid aan de ene kant, en aan de andere kant gevolgen voor de klimaatverandering. Oké, nou heb ik al gezegd dat een economie dat niet op zichzelf kan doen. Die kan dat alleen maar realiseren als de regels van het spel, dus ook de regels van de economie, worden vastgesteld door een bestuur, door een regering. En als we dan zien, ook in de afgelopen 200 jaar, hoe het bestuur op een gegeven moment is opgesteld, is omgegaan met die mee, dan zien we feitelijk dezelfde soort kenmerken voorkomen bij bestuur. Dat is in heel veel landen het geval geweest, is nog steeds in heel veel landen het geval. En gelukkig zijn er natuurlijk hier en daar wat uitzonderingen op. Maar we zien bij heel veel partijen, bij heel veel regeringen die gebaseerd zijn op partijen, ook een focus op het eigen en partijbelang. Waarbij privileges heel vaak worden verdeeld in een kleine groep van familie en vrienden, waarbij vaak de zorgplicht die een overheid moet hebben, wordt genegeerd met negatieve gevolgen voor de sociale zwakker en voor de natuur. En waarbij we ook als gelijksoortig gevolg hebben een maatschappelijke ongelijkheid en een algehele vervuiling. Dit allemaal leidt tot een ondermijning van een democratie, maar ook een ondermijning van het milieu. En als we dit allemaal zien, want er is de laatste decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor deze vorm van bestuur en wordt het steeds minder geaccepteerd, want we zien overal ter wereld de negatieve gevolgen hiervan, zijn we dit soort bestuur gaan kwalificeren als ondeugdelijk bestuur, waarbij corruptie een onderdeel vormt van het ondeugdelijk bestuur. En dan is natuurlijk de vraag die we moeten stellen, wij hebben niet zoveel te maken met de wereld. Hoe staat het hiermee in Aruba? Is er op Aruba sprake van deugdelijk of ondeugdelijk bestuur? En om dat te realiseren moet je natuurlijk niet afgaan op mijn eigen mening of wat dan ook. Maar we moeten gewoon kijken wat er in de loop van de jaren naar voren is gekomen. Naar meningsvorming, naar onderzoek op het gebied van studie naar de kwaliteit van het bestuur. En een van de eerste publicatie die hierover, ja, jammer genoeg niet naar buiten kwam, maar in ieder geval wel werd geproduceerd, was een rapport van de Veiligheidsdienst van Aruba, het zogenaamde rapport Koerten, dat bij lezing duidelijk maakte dat er in ieder geval geen sprake was van deugdelijk bestuur. Want daarin werd aangegeven dat het bestuur
heel nauw samenwerkte met de onderwereld. Met mensen die hun brood verdienden met witwassen of in de drugs. En het hand boven het hoofd werd gehouden door de politiek. Niet alleen door ministers van justitie, maar zelfs ook door een premier. We konden dat gewoon zien in de manier waarop de financiering van de politieke partijen plaatsvond. Namelijk, zij kregen heel veel geld toegespeeld door deze mensen. Natuurlijk was men zich daar best wel bewust van. Niet alleen in Aruba, maar in het hele Koninkrijk. En op grond daarvan werd in 1995 ook een symposium georganiseerd. Dat zich richtte op de verbetering van, of meer een bewustwording van de kwaliteit van bestuur. Met streven naar verbetering. Als uitvloeisel daarvan werd een commissie opgericht voor het verbeteren van het bestuur, om met richtlijnen te komen. En dat resulteerde in het rapport Kalidaat. Dat rapport bespreekt niet de negatieve punten of de tekortkomingen van het bestuur, maar het geeft wel aan wat er allemaal veranderd moet worden om uiteindelijk te geraken tot deugdelijk bestuur. Daarna zijn er heel veel interessante rapporten, boeken, stukken gekomen die de ontwikkeling schetsen. Het eerste boek daarover, dat is geschreven door mijzelf en dat gaf een, of dat geeft een vergelijking aan tussen de criteria zoals die zijn opgesteld door de commissie kandidaat. Geeft aan hoe de regering in die tijd omging met de criteria, want misschien herinneren we ons nog dat de criteria bij hoog en laag zweren, sorry, de overheid die zweert bij hoog en laag, dat zij alle criteria zoals aangegeven door rapports door de commissiekandidaat integraal zou uitvoeren. Wel, na analyse is gebleken dat er helemaal niets van terecht is gekomen en dat ondeugdelijk bestuur gewoon onveranderd doorging. In 2002 kwam een volgend rapport uit door de Waarheidscommissie en dit rapport is voor heel veel mensen ontzettend belangwekkend, want niet alleen geeft het de infracties aan, maar nog veel belangrijker geeft het aan hoe de modus operandi was tussen de overheid en de commerciële sector. 25 jaar na de invoering van de status aparte, en dat op 18 maart 2011, kwam van dezelfde burger uit, ik dus in dit geval, een boek, 25 jaar status aparte, een politiek paradijs. Nou, het was ter gelegenheid van 25 jaar status aparte, maar waarom dan die titel van een politiek paradijs? Nou, heel eenvoudig, omdat gebleken is dat de politiek op grote schaal misbruik maken van haar functie om voor zichzelf allerlei enorm goede salarisvoorwaarden en secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren. En daarnaast allerlei dingen die met name de politiek ten goede kwam. En dat ging allemaal ten koste van de Arabische samenleving. Nou, was dit een boek geschreven door een burger? En dan kun je zeggen, ja, maar wat weet een burger die geen juridische opleiding heeft, geen financieel economische opleiding? Laten wij gaan bekijken wat een meer wetenschappelijk ingestelde groepering daarvan zegt. Wel, de eerstvolgende, eigenlijk in hetzelfde jaar, was de WODC. Dat is, even kijken hoor, de Wetenschappelijke Onderzoeks- en Documentatiecentrum van Nederland, die op verzoek van de AVP in dat geval een onderzoek deed, met name naar de kwaliteit van het bestuur, zoals het werd gevolgd door de voormalige MEP-regering. En natuurlijk werd dit rapport door de MEP-partij in die tijd volslagen afgewezen op dezelfde manier zoals de AVP in der tijd het onderzoek van de Waarheidscommissie, dat was ingesteld door de MEP-regering van die tijd, volledig afwees als zijnde een politiek onderzoek dat ingegeven werd voor politieke vervolging. Nou, vanwege die polarisatie die er op heel veel manieren werd gevoerd, kwam er van een onverwachte hoek ook het initiatief voor een dergelijk onderzoek. En dat was namelijk vanuit de gouverneur destijds, die een leerstoel aan de Universiteit van Aruba opstelde. Die werd ingenomen door een professor sociologie uit Nederland en die een onderzoek deed naar manier van regeren, van omgaan met criteria van deugdelijk bestuur, met de perceptie in de gemeenschap over besturen. En daar kwam eerlijk gezegd weinig ander nieuws naar voren dan we al in de vorige rapporten hebben gezien.
Nu werd dit onderwerp steeds interessanter voor veel mensen en we zien dat zelfs studenten hier een dankbaar onderzoeksobject in vonden. En we zien dan ook in 2015 de productie van een scriptie door een Armaanse student in Nederland die ook de obstakels onderzocht die goed bestuur in de weg stonden. Maar dat was nog niet alles. In 2016 organiseren een aantal burgers van Aruba zich in de Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba, die zich voornam om een analyse te gaan doen naar de belangrijkste elementen van ondeugdelijk bestuur. En dat deed ze op basis van alle beschikbare rapporten, dus niet alleen van de rapporten die ik daarvoor heb laten zien, maar ook van bestaande rapporten van onze eigen Arubaanse instellingen, zoals de Raad van Advies, de Sociaal-Economische Raad, de Algemene Rekenkamer, de Centrale Bank. Naderhand kwam bij het College Aruba Financieel Toezicht. Ook allerlei andere, door mij nou niet genoemde commissies, zoals Commission Financiero, de National Commission on Public Finance. Al dat soort rapporten en commissies, commissies van Lennep, is gebruikt om een beeld te schetsen van, laten we zeggen, de tekortkomingen op verschillende belangrijke beleidsterreinen. Dat was op de eerste plaats een van de grootste problemen van Aruba, namelijk het personeelsbeleid. De politieke patronage die werd gevoerd met de benoeming van personeel. Daarbij is niet meegenomen politieke patronage op het gebied van terreinenuitgifte en uitgifte van projecten, want daar is veel moeilijker aan gegevens te komen, maar personeel is vrij makkelijk uit te zoeken. Het volgende rapport ging over het financieel beheer, met name het tekortschietende financieel beheer, dat ook in alle rapporten al vanaf de status aparte wordt benoemd. Een ander rapport, wat een belangrijk element van ondeugdelijk bestuur aangeeft, dat is het gebrek aan transparantie, gevolgd door het functioneren van ons parlement. En eind 2018 werd gevolgd met het vijfde rapport over de sociaal-economisch beleid van de opeenvolgende regeringen. En het laatste rapport, gepubliceerd op 1 januari 2020, begin van dit jaar dus, een rapport wat gaat over de integriteit van de besturen die hebben plaatsgenomen, met daarbij een weergave van praktisch alle belangrijke projecten die sinds die tijd het licht hebben gezien. De manier waarop regering daarmee zijn omgegaan en hoe ze zich daarbij hebben gedragen. En als laatste wil ik noemen in het rijtje van rapporten van studies op dit gebied een proefschrift van ons zustereiland van mevrouw Nelly Schotborg, die ook op Aruba bekendheid heeft genoten vanwege haar werk op het gebied van deugdelijk bestuur. Een interessant boek, bijzonder boek, De Wortels van Publieke Fraude en Corruptie in het Caribisch Deel van het Koninkrijk, dus ook inclusief Aruba. Als we nu alle conclusies van al deze rapporten, inclusief die van onze eigen Arubaanse instanties, op een rijtje zetten, dan is het niet zo moeilijk om tot een algemeen beeld te komen. En wat ik heel duidelijk wil maken, en dat is ook het geval geweest, met name in de rapporten van Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba, is dat het niet alleen maar een heel breed beeld geeft van hoe al die verschillende organisaties tegen die verschillende kenmerken hebben aangekeken, zoals personeel, zoals financieel beheer enzovoort, maar ook hoe dat is gebeurd in de loop van meer dan 30 jaar. Dus je krijgt niet alleen maar een breed beeld, je krijgt ook een beeld op longitudinaal niveau, waardoor je kunt zien hoe de politiek dit alles over een heel lange periode heeft uitgevoerd. En de kenmerken, de karakteristieken daarvan, heb ik op een rijtje gezet. En ik zal ze één voor één met jullie doornemen. Namelijk, we zien een structurele overtreding van wetten. Structureel negeren van criteria van deugdelijk bestuur. Het structureel negeren van waarschuwingen en aanbevelingen. Structureel deficiënt financieel beheer. Structureel negeren van financiële gevolgen van beleid. Structureel achterwege blijven van verantwoording.
structurele marginalisatie van het waarborgsysteem, structurele onverschilligheid ten aanzien van maatschappelijk welzijn, structurele fixatie op eigen en partijbelang en structurele parlementaire goedkeuring voor gevoerd beleid, inclusief wanbeleid. En mensen, wat opvalt natuurlijk hierin, is het woord structureel. Wat aangeeft dat hier niet sprake is van de ene partij heeft het wel gedaan en de andere partij niet. Nee, het vond plaats continu door de hele periode in vanaf status aparte. Het maakte feitelijk niet uit welke partij er aan de macht was. Al deze inbreuken, met name op criteria van deugdelijk bestuur, vonden continu plaats. Het enige wat we op een gegeven moment kunnen zeggen en wat ook is aangegeven in het laatste rapport over integriteit, is de omvang waarin de inbreuken op deze karakteristieken plaatsvonden en ook de gevolgen van die inbreuken, waarbij duidelijk is geworden dat de ene partij een veel groter aandeel heeft geleverd in de schadelijke gevolgen van dit beleid. Nou, spreken al deze punten natuurlijk wel voor zichzelf. Alleen is er één punt, punt nummer 7, die misschien een nadere toelichting hoeft. En dat zal ik ook nu doen. Want waar het op slaat, is het hele systeem van checks and balances. En voor de mensen die hier een beeld van hebben, misschien door het gelezen te hebben in rapporten, is dit gewoon op een schematische manier weergegeven. En het geeft aan hoe mooi, hoe prachtig dit systeem in elkaar zit. En ik wil er even duidelijk bij zeggen, dit is het ideaal. Want we hebben in het centrum hebben de uitvoerende macht, de regering, die natuurlijk haar beleid wil uitstippelen op basis van een programma wat zij aan het begin heeft opgesteld, het regeerprogramma. En om dat uit te voeren, krijgt zij adviezen over dat programma en over allerlei andere belangrijke punten van onze Sociaal-Economische Raad, van de Centrale Bank van Aruba, het Internationaal Monetair Fonds, noem maar op, om tot een zo goed mogelijk beleid te komen. Maar dat beleid, dat vindt niet zomaar plaats. Dat beleid moet worden verdeeld in jaren, want het beleid is natuurlijk het regeerprogramma, dat geldt voor 4 jaar, maar dat moet worden gesneden in periodes van een jaar. En dat moet natuurlijk worden uitgevoerd en dat kost allemaal geld. En dat wordt allemaal neergelegd in een begroting. Die begroting, die wordt niet zomaar uitgevoerd, maar dat moet eerst worden bekeken door de Raad van Advies. De Raad van Advies bekijkt dat op grond van belangrijke wetgeving, zoals de contabiliteitsverordening, die aangeeft welke aan welke regels de begroting moet voldoen. Nadat dat eenmaal is goedgekeurd, wordt die begroting uitgevoerd. En ook bij de uitvoering hebben wij manieren om te controleren of alles volgens die regels van onder meer de contabiliteitsverordening verloopt. Dat wordt gedaan door de Centrale Accountantsdienst. En aan het eind van het jaar krijgen we een algehele afrekening. Die wordt uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer, ook alweer op grond van die contabiliteitsvordering. Dat is de eindcontrole. En die eindcontrole wordt weergegeven in de jaarrekening. En de jaarrekening gaat naar, je kunt zeggen, de belangrijkste instantie in Aruba, namelijk het parlement. En wat doet het parlement? Het parlement heeft aan het begin van het jaar de begroting goedgekeurd en ontvangt nu de jaarrekening, waarmee hij nou gaat controleren of alles is verlopen zoals is vastgesteld in de begroting. Mensen, dit is werkelijk schitterend en we hebben daarnaast nog iets dat dit een belangrijk item is van het hele veld van deugdelijk bestuur en dat we nog in het statuut hebben vastgelegd dat de Koninkrijkregering erop naziet dat dit ook als zodanig wordt uitgevoerd. Zoals ik al in het begin zei en zoals ik in het rood heb aangegeven, dit is een ideaal en natuurlijk is de vraag van, hoe vindt het nou in de praktijk plaats? Wel, de praktijk laat een beetje een ander beeld zien. Want we zien dat al meteen het programma, dat wordt becommentarieerd, dat adviezen krijgt van verschillende instanties, dat die adviezen helemaal of nauwelijks worden bekeken. Maar ook dat het begroting die naar de Raad van Advies gaat, de adviezen van de Raad van Advies
niet tot nauwelijks bekeken worden, dat daarbij de wettelijke bepalingen niet alleen van de compatibiliteitsverordening, maar ook van de staatsregeling gewoon worden overtreden, dat de uitvoering niet naar behoren wordt gecontroleerd door de Centrale Accountantsdienst. En dat heeft natuurlijk wel even een nader verklaring nodig, want het zou een kritiek kunnen betekenen op de goede bedoelingen van de Centrale Accountantsdienst. Maar we zitten in een situatie dat het aantal van meer dan 30 mensen die de Centrale Accountantsdienst aan het begin van de status aparte had, nu alleen maar bestaat uit zo'n 3 tot 4 mensen die bij lange na niet voldoende zijn om al het werk van controle over alle overheidsdepartementen naar behoren uit te voeren. Dus er vindt zeker geen behoorlijke controle meer plaats door de Centrale Accountantsdienst, gewoonweg bij gebrek aan voldoende personeel en voldoende middelen. Dat betekent ook dat de controle door de Algemene Rekenkamer ook heel moeizaam zal zijn en dat we dus jaarrekeningen krijgen die niet de werkelijke toestand weergeven. En dat lezen wij ook al vanaf het begin van de staatsaparte, dat de jaarrekeningen die worden afgegeven niet een juiste weergave geven en dat niet kan worden vertrouwd op de informatie daaruit. Nou, de laatste jaren probeert men de jaarrekeningen veel meer up-to-date te krijgen. We moeten er rekening mee houden dat in het begin de achterstand in jaarrekening soms wel 7-8 jaar bedroeg. Het is nu een beetje ingelopen, maar nog steeds, tot de dag van vandaag, is er geen enkele jaarrekening geweest die kon bogen op een goedkeuring van de accountant en ook niet als zodanig is behandeld en goedgekeurd in het parlement. Met andere woorden, er vindt geen controle plaats van de manier waarop de begroting is uitgevoerd en dus ook geen controle plaats op de uitvoerende macht. Nou is dat niet zo vreemd, want er is een groep hierin die ik nog niet heb besproken, namelijk de politieke partijen. En de politieke partijen in ons systeem, het systeem van de partijdemocratie, dat heeft een hele rare functie, want vanuit die politieke partijen worden mensen benoemd, zowel in de regering als in het parlement. En dat betekent dat dat systeem, het hele systeem van checks en balances, feitelijk een systeem is dat gebaseerd is op conflict of interest, belangenverstrengeling. Want je kunt niet verwachten, zeker niet binnen onze kleinschalige samenleving, dat mensen uit een partij, uit dezelfde partij als de regering, die regering werkelijk daadwerkelijk gaat uitvoeren. Dat vindt niet plaats. Dat heeft 30 jaar, meer dan 30 jaar lang niet plaatsgevonden. En op basis van de huidige manier waarop onze systeem, onze politiek is gebaseerd, zal het ook nooit gaan plaatsvinden. Wat heel jammer is, is dat bekend is dat deugdelijk bestuur dus niet heeft plaatsgevonden, maar dat het koninkrijk, daar ook heel lang niet naar behoren op heeft toegezien. Nou kun je zeggen als publiek van ja, wacht eens even, dit zijn conclusies die door mensen die een wat meer diepgaand onderzoek hebben verricht, die hebben dit naar voren gebracht, maar hoe staat het met het concept van deugdelijk bestuur in de gemeenschap? Want uiteindelijk is het de gemeenschap die de mensen die dit allemaal bevolken, in de regering en in het parlement, kiest. Hoe denkt de bevolking zelf over de manier waarop er bestuurd wordt? Nou, daar kan ik jullie een leuk antwoord op geven, want vrij recent, namelijk eind 2018, begin 2019, is er door de Centrale Bank van Aruba een bijzonder belangwekkend onderzoek verricht, namelijk via een enquête naar de perceptie van de Arubaanse bevolking over het bestuur. En wat blijkt? Dat meer dan driekwart, meer dan 75% van de Arubaanse bevolking van oordeel is dat corruptie een wijdverspreid probleem is in Aruba. Nou, op basis van andere vragen wordt dat verder bevestigd, want we zien aan de linkerkant van dit schema dat bijna 80% van de geënquêteerden van mening is dat er sprake is van corruptie in de publieke sector en dat ruim 80% denkt dat de vrij nauwe banden tussen de commerciële sector en en het bestuur verantwoordelijk is voor de corruptie in Aruba. Maar dan moeten we ook gaan kijken wat de gevolgen zijn van corruptie. Want mensen zijn natuurlijk wel op de hoogte of
hebben de indruk dat er sprake is van corruptie, maar weinig mensen hebben een beeld wat voor effecten corruptie kan hebben. Nou, in dit schema kunnen we zien dat corruptie gevolgen heeft voor, en ik noem ze even allemaal achter elkaar op, voor de basis van het belastingssysteem. Het verzwakt de basis van het belastingssysteem, maar het verzwakt ook de openbare financiën. Het heeft een, het werkt inkomensongelijkheid in de hand. Het ondermijnt de kwaliteit van onderwijs, de infrastructuur. Het ontmoedigt financiële investeringen en het heeft een negatief effect op de economische groei. En zonder uit te gaan van corruptie kunnen wij wel vaststellen dat al deze kenmerken gewoon op Aruba al vrij lang aan de orde van de dag zijn. Met andere woorden, denk ik dat we ook omgekeerd kunnen zeggen, als wij al deze kenmerken zien, kunnen wij vrij veilig stellen dat dit het gevolg is van corruptie. Nou, als we nu alle punten op een rijtje zetten, dan denk ik dat we terug kunnen komen naar het begin van de stelling of van de gedachte van, is er op Aruba sprake van ondeugdelijk bestuur? Ik denk dat wij dat vrij makkelijk kunnen stellen, maar op basis van al deze dingen, met name ook vanwege het structurele, de structuur die erin zit, kunnen wij zelfs nog verder gaan. En dat wil ik doen aan de hand van het volgende. Als we zien hoe het bestuur wordt uitgevoerd, dat het met name gericht is op eigen belang, op zelfverrijking, dan kunnen wij stellen dat hier sprake is geweest van organisatiecriminaliteit. En organisatiecriminaliteit heeft verschillende vormen. Een van die vormen is overheidscriminaliteit, die in sommige landen ook wordt genoemd staatscriminaliteit. In Amerika state criminality. Staatscriminaliteit leidt tot staatsondermijning. En in Aruba heeft het ook geleid tot ondermijning van de autonomie. Want de gevolgen van ondeugdelijk bestuur, namelijk de financiële gevolgen die geleid hebben tot grote schulden, enorme interestbetalingen, hebben gemaakt dat Aruba op een gegeven moment onderhevig is gesteld door Nederland voor wat betreft zijn autonomie op publiek, op financiëngebied. Wij zijn nou niet meer baas in eigen huis voor wat betreft de financiën. We moeten daarbij de richtlijnen volgen die ons door Nederland via het college financieel toezicht worden opgesteld. Wat zijn kenmerken van overheidscriminaliteit? Want het is natuurlijk een vrij zwaar begrip. Een begrip dat nadere toelichting vraagt. Nou, de belangrijke kenmerken die genoemd zijn in een oratie tijdens een paar jaar terug in Nederland, die zijn dat wetten en of criteria van deugdelijk bestuur worden overtreden. Door wie worden gedaan? Door een bestuurder of ambtenaar. Die moet dat doen in uitoefening van hun functie. Daarbij houden ze geen rekening met de financiële economische schade aan de gemeenschap. En het doel is, nou ja, zelfverrijking, maar ook om hun macht en aanzien te versterken. Nou, dat zijn 5 genoemde kenmerken. En zoals we al eerder hebben gezien, bij al die karakteristieken van ons bestuur, komen deze kenmerken dubbel en dwars terug, komen er zelfs andere kenmerken, ernstige kenmerken naar voren. Met andere woorden, wij kunnen ons bestuur niet alleen als ondeugdelijk kwalificeren, maar ook als overheidscriminaliteit. En dan is de vraag, gaan wij hiermee door? Nou, ik denk niet dat er nu nog mensen zijn die zeggen van, weet je wat, laten wij kijken of wij misschien met andere mensen binnen de politiek kunnen komen tot verbeteringen. Nou, we hebben in de afgelopen meer dan 30 jaar hebben wij steeds nieuwe gezichten gezien. Dat heeft tot nu toe geen zoden aan de dijk gelegd. We hebben ook gezien dat er allerlei nieuwe partijen erbij zijn gekomen. Heeft het geleid tot verbeteringen van het ondeugdelijk bestuur? Wel, ik heb die verbeteringen nog niet echt kunnen zien. Dus ik geloof daar niet in. En het maakt het dus heel duidelijk dat er op een andere wijze moet worden gekeken naar ons politiek systeem, naar de wijze waarop het politiek wordt bedreven. We moeten dus komen tot de beslissing dat wij het oude systeem eruit gooien en gaan kijken hoe kunnen wij
werken aan een verbetering. Wat kunnen wij allemaal doen om te komen tot deugdelijk bestuur? Nou, ik heb het natuurlijk daarbij helemaal niet voor het zeggen. Maar als je mij vraagt wat ik zou doen, dan zou dit de eerste stap zijn, namelijk om het systeem wat hier verantwoordelijk voor is geweest voor al deze jaren, gewoon uit de deur te gooien. Het systeem van de partijdemocratie, wat bewezen heeft voor Aruba niet te werken, wat bewezen heeft een heel nadelige invloed uit te oefenen op de gemeenschap. En dan is natuurlijk de vraag, wat stel je daarvoor in de plaats? En voordat ik begin, voordat ik daarover ga, wil ik even aangeven dat ik nu mijn mond even dicht houd. Dat is voor jullie natuurlijk hartstikke welkom. Ik las even een kleine leespauze in. Wat er nu komt is een beeld van het politieke systeem wat ik voorstel. Daar komt ie. Ja, en dit is natuurlijk iets heel anders, want ik hoop dat het duidelijk is dat hier totaal geen sprake is van politieke partijen. Mensen uit de verschillende belangengroepen worden gekozen en dat leidt ertoe dat feitelijk iedereen in Aruba vertegenwoordigd wordt op twee manieren. Namelijk één manier vanuit hun functie die zij in de gemeenschap hebben, hetzij als werkgever, als werknemer, als vrijwilliger, noem maar op, maar ook vanuit zeg maar de plaats waar zij wonen. Dus ze worden op twee manieren vertegenwoordigd. Bovendien hebben we hier sprake echt van een zakenkabinet zonder electorale verplichtingen naar de gemeenschap toe. Een ander punt wat daarbij naar voren komt is het burgerpanel. Het burgerpanel ga ik niet regel voor regel bespreken. Ik geef alleen maar aan, want mensen zullen zeggen, ja, maar je komt hier met dingen die gewoon utopisch zijn. Wel, het burgerpanel heeft al in verschillende landen intreden gedaan. Een van de belangrijkste is in Australië, waarbij vanuit allerlei instanties op basis van steekproeven zijn mensen aangewezen om gedurende een aantal maanden te werken aan een verandering van de grondwet. Daarvoor hebben ze maandenlang zeg maar gewerkt aan documentatieonderzoek. Ze kregen allerlei experts die hun de nodige uitleg deden. Ze bespraken een en ander heel intensief met elkaar. Ze hadden voortdurend feedback met hun achterban. En uiteindelijk kwamen ze met een voorstel voor regering die op basis van eerder gemaakte afspraken werd aangenomen, praktisch volledig werd overgenomen. Maar veel bekender voor veel mensen is wat vrij recent nog heeft plaatsgevonden in Frankrijk. We kunnen ons misschien herinneren van de enorme opstanden die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van het gele hesjes fenomeen. En op een gegeven moment kwam daar ineens een eind aan. En dat gebeurde vanwege het initiatief van Macron, waarbij hij ook dat burgerpanel instelde en mensen uit heel Frankrijk werden benoemd in aparte groepen die moesten komen met voorstellingen voor oplossingen. Oplossingen van de algehele problemen van Frankrijk. En die oplossingen die werden ook praktisch allemaal integraal overgenomen, vrij recent nog, door de Franse regering, goedgekeurd ook door het parlement. Ik laat even heel snel de verschillende punten zien, maar jullie krijgen allemaal deze
presentatie, dus je kunt ze naderhand nog eens een keertje rustig overlezen. Ja, dit gaat heel snel. Je hoeft ze ook allemaal niet te lezen nu op dit moment. Het geeft even alleen maar aan hoe dit allemaal is gebeurd. Oké. Nou, heb ik het al eerder gehad over een partijloze democratie. En ik zou het eerder willen noemen een gemeenschapsdemocratie. Een democratie dat gebaseerd is op groepen uit de gemeenschap en die ook werken in het algemeen belang, geheel ten behoeve van de gemeenschap, ja, met het welzijn van iedereen, van alle mensen, inclusief de sociale zwakkeren, maar ook van de natuur in het oog. Nou, dan zou je denken van, hartstikke goed, wat zijn hier nog meer de voordelen van? Nou, ik heb een aantal voordelen op een rijtje gezet. We krijgen een einde, wat ik al eerder heb genoemd, een einde aan de structurele belangenverstrengeling tussen regering en parlement. We krijgen een rechtstreekse en een geïnstitutionaliseerde participatie van belangenorganisaties aan de overheid. Want wij kunnen ons heel goed herinneren dat er vaak zoveel voorstellen komen, zoveel vragen ook van de Kamer van Koophandel, van de ATIA, van vakbonden, van NGO's aan de regering die nooit beantwoord worden. Helemaal nooit beantwoord worden. En daardoor komen alle initiatieven op een gegeven moment op een hoop. Nou, de verkiezingscampagnes die hoeven niet meer te houden. Er vinden geen politieke benoemingen meer plaats. Geen polarisering. Maar aan de andere kant hebben we wel het voordeel dat heel veel mensen, want ik geloof er heilig in, dat we op Aruba genoeg bijzonder gekwalificeerde mensen hebben die heel goed in staat zijn om een veel betere invulling te geven aan de kwaliteit van het bestuur in Aruba. En ook in de manier waarop het bestuur wordt gecontroleerd. Nou, dat zijn een aantal voordelen. En dan is het natuurlijk ook van belang om nadelen hiervan op een rijtje te zetten. Nou, ik heb heel hard mijn best gedaan, maar om jullie eerlijk te zeggen, heb ik zelf helemaal geen nadeel kunnen vinden. Nou, wil dat niet gezegd zijn dat dit ook zomaar wordt doorgevoerd, want bij elke verandering zal er ongetwijfeld weerstand volgen. Ja, we zien dit hier, we zien bij reforms, bij hervormingen, dat er allerlei obstakels worden opgezet. En dan moeten we ons afvragen, wie zijn de mensen die hier een stokje voor willen steken? Die een stokje willen steken voor een manier van democratie, dat het welzijn van de hele gemeenschap op het oog heeft. Wel, ik denk dat die vooral moeten worden gezocht in de groeperingen die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld het échec, de corruptie in Fondo Desarrollo Novo San Nicolás, in de corruptie die plaats heeft gevonden op grote schaal en nog steeds plaatsvindt in Sint Maarten, de corruptie die heeft plaatsgevonden in Curaçao met uiteindelijk de veroordelingen in de zaak Babel, en op Aruba hebben we recent nog gekregen laat zeggen, onderzoek in het IBIS-geval, IBIS-onderzoek, de zaak Apistroes en de Flamingo-zaak, waarin, laat zeggen, vertegenwoordigers van partijen op een gegeven moment nader onderzoek wegens corruptie zijn onderzocht. En dan moeten we een uitspraak in het requisitoir van de zaak IBIS even duidelijk voor ogen hebben, die aangeeft van: de gevolgde werkwijze vertoont belangrijke karakteristieken van een criminele organisatie. Het is daarbij voor mij niet duidelijk of dat is gericht op alleen maar één minister of dat dat het geval is voor de hele regering. Maar misschien kunnen we bij een diepgaande lezing daar tot uitsluiting komen. Nou, waar staan we voor? Mensen, er moet heel veel werk verricht worden. De afgelopen periode zijn verschillende taskforces aan het werk geweest. En de bedoeling is dat er op een gegeven moment steeds meer inbreng komt van de bevolking, van burgers in het beleid van Aruba. En we moeten daarmee op een gegeven moment een begin maken met de mentaliteit van een overheid die voor ons moet zorgen. Wij moeten ervoor gaan dat wij zelf het initiatief nemen om te werken aan de verbetering van ons land. Masha danki voor jullie aandacht. Voor mensen die nog meer informatie willen hebben over een en ander, dat kunnen jullie vinden op onze website www.deugdelijkbestuuraruba.org.
En onze werkzaamheden gaan in lijn met het Aruba Institute for Good Governance and Leadership, wat een belangrijk onderdeel is van de Universiteit van Aruba. Mensen, masha masha danki. Masha masha danki naar jou, Armand. Ik zat net te denken, het is een sine qua non presentatie, een very necessary and indispensable presentatie. Dank je wel daarvoor. Ja, wij hebben al een aantal vragen meteen gekregen. En de eerste is, is het rapport van 1 januari 2020 te verkrijgen? Dat is het rapport dat net aan het begin van het jaar is verkregen. De titel misschien, kan je dat eventjes herhalen en uitleggen waar mensen dat rapport kunnen vinden? Ja, het rapport staat op onze website op www.deugdelijkbestuuraruba.org. En dan moet je zoeken onder het blokje, onder het tegel, ons onderzoek. Onder die tegel staan alle publicaties vanaf het eerste boek wat ik heb geschreven van deugdelijk bestuur in de politieke realiteit, tot het laatste rapport. In de hele rij van 9 staat het onder punt 8 naar integer openbaar bestuur in Aruba, dat zo gedownload kan worden. Ook in dat rapport, want een hoop mensen die stellen altijd van ja, wacht eens even, je levert wel kritiek, maar wat zijn jouw aanbevelingen? Nou, dat staat onder punt 9, daar hebben we heel veel aanbevelingen op verschillende gebieden op een rijtje staan. Die hebben ook zeg maar de afgelopen periode doorgegeven aan de gouverneur, aan de regering en aan het parlement. Dus mensen in belangrijke beleidsposities weten ook van onze aanbevelingen en ik hoop dat ze daar gebruik van maken. Want het zijn niet alleen maar onze aanbevelingen, maar ook aanbevelingen van een hoop mensen die wij bij elkaar hebben gezet. Nou, dankjewel. De volgende vraag was, waarom loting? Volgens mij had je ergens daar gerefereerd naar loting. En de vraag was, waarom loting? Oké, je kunt kiezen tussen verschillende systemen. Voor die mensen die hier een uitgebreide antwoord op willen hebben, dit is een systeem wat heel vroeger in Griekenland werd toegepast, in het oude Griekenland van 2000 jaar geleden, en wat ertoe leidde dat iedereen de kans kreeg om op een gegeven moment deel uit te maken van het beleid en ook van de controle en zo. Er werd helemaal niet gewerkt op basis van stemmenkwekerij, wat je heel gauw krijgt als mensen moeten kiezen, want dan gaan mensen stemmen ronselen. Nee, iedereen krijgt een gelijke kans. En degene die hier wat meer over willen weten, raad ik aan om een nou bijzonder goed boekje te lezen van David van Rijbroek. En die heeft geschreven het boekje Tegen Verkiezingen. Dat boekje geeft niet alleen maar een beeld aan van waarom je nou tegen verkiezingen zou moeten zijn, maar ook van wat voor verkiezingsmogelijkheden je allemaal hebt gehad in de geschiedenis en die er tegenwoordig ook bestaan. En het is geen dik boek om te lezen, het is een redelijk dun boek, zeer lezenswaardig, prettig leesbaar en dat geeft je ontzettend veel achtergrondinformatie over het hoe en waarom, onder andere van het lotingprincipe. Ja. Dankjewel. Volgende vraag. Het alternatief dat je hebt voorgesteld. Waar in de wereld is daar een voorbeeld van, Armand? Nou, tot nu toe zijn er geen landen die dit hebben toegepast. En ik moet zeggen, dit is een model dat ik zelf heb opgesteld. Maar ook in hetzelfde boek zie je verschillende andere modellen. En je zult mij nooit horen zeggen dat dit het enige model is. Ik ben echt niet zo... hoe moet ik zeggen, ik pretendeer echt niet dat ik het allemaal beter weet dan anderen. Daarom heb ik ook alle politieke partijen in Aruba benaderd met de vraag of ze ook mee willen denken aan een politiek systeem waarbij, laat ik zeggen, ondeugdelijk bestuur beter gegarandeerd wordt, het hele checks and balances systeem ook veel beter gaat functioneren en de participatie van de burgers op een veel hoger niveau komt. Nou, alle politieke partijen die ik heb gevraagd hebben mij beloofd dat zij daaraan gaan werken. En in de maand augustus zouden zij mij de weerslag geven van hun bedenkingen. Daarmee hoop ik dat er een discussie, een publieke discussie op gang komt. Oké,
Er zijn dus heel veel verschillende modellen mogelijk. Wat er gebeurt in allerlei landen ter wereld, niet alleen in bijvoorbeeld Nederland, maar ook in Ierland, zelfs in de Verenigde Staten, in Noorwegen, Zweden, noem maar op. Allerlei landen vinden veranderingen plaats in politieke systemen, juist vanwege dezelfde soort onvrede van de gemeenschap over het functioneren van de politiek. En net zoals we in het begin hebben gesteld, luister eens even, de economie zoals wij die kennen, die is niet meer van deze tijd, om verschillende redenen. We hebben een andere soort economie nodig, die op veel meer dingen let. Zo hebben we ook een ander soort politiek systeem nodig, die toestaat dat die betere economie kan worden gerealiseerd, want het is het bestuur dat de basis moet leggen, de regels voor die basis moet leggen, maar ook die veel meer let op het feit dat, laat zeggen, de winsten van een nieuwe economisch model veel rechtvaardiger worden besteed. Nou, dat kan alleen maar via deugdelijk bestuur. Partijdemocratie zal dat, mijns inziens, nooit gaan doen. Want er komen veel te veel mensen bijeen die dan gaan werken, en zo werkt dat gewoon psychologisch en sociaal. Mensen die bij elkaar zijn, die gaan op een gegeven moment ook voor hun eigen belang alleen maar werken. Terwijl het parlement, zoals ik die heb aangegeven, bestaat uit mensen uit veel meer belangengroeperingen, die dus ook veel meer met elkaar moeten gaan overleggen. Dus al die belangengroepen krijgen een directe say en moeten nogmaals veel meer overleggen met elkaar, waardoor hun eigen belang wat meer naar de achtergrond wordt verschoven. Ja. En als we dan samenkomen gaan overleggen, volgende vraag. Met welke percentage zal de corruptie dalen in de door u aanbevolen, jouw aanbevolen systeem? Ja, dat kan ik natuurlijk niet aangeven, want zo'n systeem bestaat niet. Alleen al het feit dat er een strikte scheiding bestaat, echt een volkomen scheiding tussen regering en parlement, heeft tot gevolg dat er ook veel meer sprake zal zijn van een controle. Maar dat is niet het enige. Kijk, er zijn ontzettend veel, groeperingen nu aan het werk geweest, taskforces die worden ingesteld om te komen met beleidsvoorstellen voor hervormingen. Nou, een van de groepen waar ik zelf aan deel heb genomen is bijvoorbeeld de public sector. En er zijn echt veel, ik denk het ook, hele goede beleidsvoorstellen naar voren gekomen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat die heel erg overeenkomen met beleidsvoorstellen, hervormingsvoorstellen, die de afgelopen, niet jaren, decennia, niet door Nederland, door onze eigen adviserende en controlerende instanties, Arubaanse instanties, naar voren zijn gebracht en altijd zijn genegeerd door de politiek. En ik denk dat als wij al deze voorstellen voor hervormingen gaan realiseren, dat daarmee ook de mogelijkheden voor corruptie ontzettend worden ingeperkt. Ja, duidelijk. Wie op Aruba zou verantwoordelijk moeten zijn om de gemeenschap democratie praktisch te organiseren, coördineren en te controleren? Ik krijg ontzettend goede vragen. Kijk, de gemeenschap democratie die kan niet op gang komen onder, laat zeggen, de huidige partijdemocratie. Zoals ik al heb aangegeven, er zullen zonder meer mensen en groeperingen zijn, en ik vrees, jammer genoeg, politieke partijen, die hier tegen zullen stemmen, want het zal hun eigen functioneren feitelijk elimineren. Dus van politieke partijen die het eigenlijk voor het zeggen hebben, want pas met een meerderheid van 2/3 in het parlement kan op een gegeven moment besloten worden om over te gaan naar dit systeem. Van politieke partijen verwacht ik dit niet. Maar er is nog één macht die veel sterker is als politieke partijen. En dat is de bevolking. En waar ik naar streef is dat er een wet wordt ingesteld. Een wet voor referendum op Aruba. Een institutionalisering van referendum in Aruba. Nou, is een referendum voor ons onbekend? Nee, we hebben al eens een keer een referendum gehad, namelijk voor de toekomst van Aruba, ja, voor de status aparte.
Dat is één keer gebeurd. Wel, er komen steeds opnieuw belangrijke zaken die moeten worden aangepakt. En de politiek, zoals wij die kennen, is nooit in staat geweest om echt goede publieke discussies op te zetten. Ik denk dat als we een referendum op gaan zetten met de aanpak zoals die is voorgesteld via het burgerpanel, namelijk een heel intensieve, een maandenlang durende deliberatie tussen speciaal aangewezen personen uit alle geledingen van de samenleving, dat we een hele goede bespreking krijgen van één referendum. Dat moeten we instellen om daarmee de participatie van de hele bevolking op een veel hoger niveau te brengen. En twee, we moeten ook een referendum organiseren voor de toekomst van ons politieke systeem. En we hebben bijvoorbeeld nu die groepering onder leiding van de heer Attali die pleit voor een gemeente. En die zegt ook van ja, daar moet een referendum voor komen. Nou, wij hebben daar helemaal geen behoefte aan. Maar wij vinden wel dat wij, nog de politieke partijen, kunnen bepalen wat het beste is voor de bevolking. Dit is een beslissing die de hele bevolking van Europa voorgelegd moet krijgen, uitgelegd moet krijgen, van alle kanten moet worden besproken en dan voor hun beslissing aan de orde moet komen. Dus dat wil zeggen, één, institutionalisering van referenda, daarna beslissen wat is voor ons het beste systeem. En nogmaals, het systeem wat ik voorleg hoeft niet het enige systeem te zijn. Er zijn allerlei gradaties mogelijk, maar daarop de uitvoering, hoe zal die moeten gebeuren? Ja, dat gebeurt door een bestaande instelling van parlement en regering. Hoe die worden samengesteld is helemaal nogmaals afhankelijk van de beslissing die daarover wordt genomen. En dit zijn, ik heb de grote lijnen aangegeven. Ik ga natuurlijk niet het hele systeem tot in details uitdenken. Ja? Want dat doe ik met mensen die daar veel beter toe onderlegd zijn dan ik. Ja. Ik sta voor inspraak. Dankjewel, Arman. Nou, je brengt wel wat vragen teweeg. Ik heb de tijd, dus ik kan doorgaan. Ik heb ook de tijd eigenlijk. En ik heb wel eigenlijk wat vragen, maar misschien komen we erop terug. Voor ik naar de volgende vraag. Iemand vroeg ook meteen naar het... mogen zij een kopie ontvangen van het rapport Kalidad Stad? Dat ook op jullie website? Al dit soort rapporten, al die rapporten die ik heb genoemd, die staan op mijn website. Ik had oorspronkelijk ook het rapport van de Veiligheidsdienst van Europa had ik ook op de website, maar die heb ik er afgehaald, want er staan niet alleen maar infracties op van de overheid, er staan ook op een gegeven moment allerlei informatie op over, commerciantes, handelaren. En ik vind zelf dat dit soort dingen niet in een publiek medium aan de orde mogen komen. Dus vandaar dat rapport Koerten daar niet op staat. Dus het enige rapport wat ik benoemd heb, wat niet publiekelijk op de website staat. Wat ik wel heb gedaan, is dat alle teksten die betrekking hebben op de manier zoals regeringen zijn omgegaan, op een verkeerde manier zijn omgegaan met hun verantwoordelijkheid, die stukken heb ik er allemaal uitgelegd en die heb ik allemaal geciteerd in het laatste rapport van Integer Bestuur Aruba. Ah, dankjewel. Volgende vraag. Chi quota otro condicionan bande di expertizio quota necessario pa e alternativa an describi? Integridad. Integridad sowieso. Ik zal even in Nederlands doorgaan, want er zijn ook mensen bij die... Ja? Het enige wat verandert in ons democratisch systeem is al of niet deelname van politieke partijen. Nou, die zijn er voor mij uit. Wat gewoon blijft, zijn elementen als screening van ministers en liefst ook parlementariërs. Die screening die vindt op twee manieren plaats, namelijk enerzijds op basis van hun integriteit. Nou, er wordt gecheckt, heeft iemand een strafblad en zo. Maar aan de andere kant ook, is er een commissie die kijkt van, beantwoordt die persoon ook aan de kwalificaties, aan de benodigde vereisten om te voldoen. En dat komt heel sterk overeen met de vereisten die bijvoorbeeld de Universiteit van Aruba stelt aan een nieuwe rector of aan een nieuwe docent of een bedrijf die dat stelt aan een nieuwe directeur. Er worden eisen gesteld. Zelfde soort eisen, heb je een strafblad, ja of nee, maar ook heb je en de
vereiste studie gedaan. Wat is je ervaring? Wat is je managerservaring? Wat voor vertrouwen kunnen daardoor hebben dat je een goede job gaat doen? Nou, het vreemde is dat op de belangrijkste plek die we hebben, ja, namelijk het beleid van het land en de controle dat we erop, dat elke joker daarin plaats kan nemen. Ja, ik begrijp dat niet. En dat is ook de reden dat er zoveel is gerotsoerd in het verleden. Want er zijn veel te veel mensen die hebben daarin plaatsgenomen, die en geen idee hadden wat hun taak daarin was, en daar ook heel veel misbruik van hebben gemaakt. En ik zal nooit vergeten dat op een gegeven ogenblik de uitspraak was van een ex-minister die tijdens een interview zei, in het papiament, ga ik nu even over, Ami Abire minister Pami Hasi Negoshi. Ja. En dat was niet Negoshi voor Aruba. Negoshi pas om eens. Exact. Nou, kan. Nou, dankjewel voor dat, Armand. De vragen blijven maar binnenstromen. Volgende zal ik eventjes in het Engels voorlezen. How does the current Dutch loan undermine the autonomy of Aruba when successive Aruban governments have actually already been doing that since status aparte? Ik vind het een heel grappige vraag. En ze vraagt waar ik ook altijd mee zit, want zoals nu hebben we ook in de huidige situatie, waarbij Nederland een aantal voorwaarden heeft gesteld, waarvan een paar voor Aruba heel moeilijk te verteren zijn, namelijk de Rijkswet Financieel Toezicht en het zelfstandig bestuursorgaan, de Hervormingsinstituut. Daarvan zegt de minister van Justitie, ja nee, we gaan nou even onderzoeken of dat wel volgens de wettelijke bepaling is gegaan. En dan denk je van, joh, luister eens even, 30 jaar lang, correct, zoals die persoon zegt, meer dan 30 jaar lang, elk jaar opnieuw overtreden regeringen, parlementen, de bepalingen van onze grondwet en van onze comptabiliteitswet en allerlei andere soorten wetten. Structureel wordt het gedaan, jaar in jaar uit. Het wordt elk jaar weer opnieuw. Dus ja, onze regeringen die leven op basis van het breken, het geweld aandoen van wetten. En dan kom je een andere instantie die jou op een gegeven moment nou in leven houdt. Het laatste snoertje om jou in leven te houden, maar zeg van, luister eens even, je krijgt dat niet zomaar voor niks. Die ga je zeggen, ja, maar je werkt niet volgens de juiste procedure. Ik vind dat zo ontzettend hypocriet. Daar heb ik geen woorden voor. Nou, we hebben het wel gisteren over gehad. Dat je ziet heel veel discussie heen en weer in social media erover. En daarnet had je het over de rol van de bevolking. Burgerparticipatie. Denk je dat de bevolking dit begrijpt eigenlijk? Denk je dat ze ook zo door kunnen redeneren? Dat is mijn eigen vraag. Van wat hun eigen rol daarbij is? Denk je dat ze dat kunnen? Of is het alleen you're only preaching to the choir? Want wij weten het. Nou, er is pas een poll geweest, ik dacht vorige week, waarin duizenden mensen, ik begreep dat het ging om 4.000 tot 6.000 mensen, op een gegeven moment antwoord hebben gegeven op de vraag, waar heb je meer vertrouwen in? Supervisie van Aruba of supervisie van Nederland? En ik dacht dat meer dan 3/4 van de mensen hebben aangegeven dat ze meer vertrouwen hebben in supervisie van Nederland. En laat me even duidelijk zijn. Kijk, natuurlijk moet het niet zo zijn dat Nederland rambam alle wettelijke bepalingen opzij schuift. Je moet je houden aan bepaalde procedures. Nou, ik ben van mening dat daar op een gegeven moment ook aan wordt gewerkt. Ik moet een pluimpje geven aan de insteek van onze premier, die vanaf het begin ik heb het genoemd in het artikel, een realpolitiek volgt. Namelijk, ze houdt rekening met de realiteit en is niet bezig op een emotionele manier met cretologie om te schreeuwen voor zeg maar respect voor Aruba en dat soort onzin. Zij is zich bewust van de bijzonder penibele staat van Aruba. Ze is zich ervan bewust dat Aruba zeker niet zonder Nederlandse hulp eruit komt. En zij heeft natuurlijk ook een politieke realiteit waar ze mee van doen heeft.
mensen die blijven hameren op de autonomie die zij per slot van rekening zelf hebben ondermijnd. En op grond daarvan ze op een gegeven moment moet manoeuvreren om tot een vergelijk te komen met Nederland. En ik denk echt wel dat het gaat lukken. Ik denk ook dat het mede komt door, laat zeggen, signalen uit de Tweede Kamer die tegen de Nederlandse regering zeggen, ja mensen, je moet niet te hard van stapel lopen, laten wij proberen om tot onderling begrip te komen. En dat is ook de oproep die ik heb gedaan in mijn laatste artikel, waarin ik aangeef aan mensen, concentreer je niet zo uitsluitend op procedures of zo, maar kijk naar de bedoelingen. In hoeverre zijn die Nederlandse voorwaarden nou echt zo negatief voor Aruba? En dan zie je ook heel veel mensen, kijk naar de Kamer van Koophandel, kijk naar allerlei andere instanties die zeggen, maar luister eens even, die voorwaarden zijn zo gek nog niet. Ja? Het zijn voorwaarden nogmaals waarvan de meeste al als belangrijke noodzaken door onze eigen instituties al decennia geleden zijn aangegeven. Oh, laten we daar naar kijken. Laten we kijken naar de bedoelingen hierachter. En hou eens een keer op met het kijken naar, hey, die procedures zijn niet goed, dus wij willen niks zeggen. Dat is pure onzin. Ja. Nou, ik denk dat je deze al een beetje had beantwoord, maar ik lees het nog steeds voor, want je weet nooit. Wat zou de eerste stap moeten zijn om naar een andere politieke systeem over te schakelen? Ik denk sowieso een publieke discussie over twee dingen. Eén, een publieke discussie over de manier waarop tot nu toe politiek is bedreven, namelijk politieke patronage. Want mensen kunnen de indruk krijgen dat ik het echt alleen maar heb tegen de politiek, tegen politieke partijen. Maar dit is natuurlijk wel onderdeel van een mentaliteit, van de manier waarop mensen hier denken over de politiek. Het is voor heel veel mensen heel normaal dat zij op een gegeven moment een beloning krijgen voor hun stem. Dat is niet alleen op Aruba het geval, dat is vooral in heel veel kleine landen, maar ook in grote landen het geval. Nou, wij moeten mensen gaan uitleggen, dat is een taak die we hebben, niet wij alleen, maar ook de regering zelf, het parlement zelf, de werkgevers en de werknemersorganisaties. Het moet een breed verbond worden die allemaal op een gegeven moment duidelijk maken aan de hele gemeenschap van mensen. Politieke patronage, dat maakt ons af. Dat betekent het einde. Dat verarmt ons. Dat kan niet meer doorgaan. Dat zijn de gevolgen. En we moeten gewoon over naar een ander systeem wat een veel eerlijker verdeling geeft van alles over iedereen heen. Waardoor we niet meer krijgen dat een veel te groot deel van de economische winsten toevloeien naar een veel te kleine groep. Nou, ja. Dat is dus één, dat, zeg maar die publieke discussie, die bewustwording, en dat is ook zeg maar de belangrijkste, het belangrijkste streven van onze stichting, bewustwording. En op de tweede plaats van, oké, wat is dan het beste systeem waarin het algemene belang tot zijn recht komt? Hoe kunnen wij mensen op een structurele basis, op een geïnstitutionaliseerde basis, deel maken van het beleid, van het denken over het beleid en van het uitvoeren van het beleid. En ik denk dat het model wat ik geschetst heb, daar de beste mogelijkheden toe biedt. Ja. Oké? Okay? Ja. Dus één, algemene bewustwording. Twee, een publieke discussie via A, een referendum op basis van het burgerpanel. Ja, en nogmaals, een publieke discussie binnen allerlei groeperingen waarbij mensen dit allemaal of ook in de gelegenheid worden gesteld om persoonlijk vragen te stellen en daar hun mening over te geven. Ja, nou, dank je. En ik wil even, als ik even mag aanvullen, ik wil ook duidelijk maken, kijk, in al onze rapporten hebben wij voorkomen om vinger te wijzen op, met name op mensen, maar ook op partijen. Het laatste rapport heb ik dat wel gedaan, maar het is onontkoombaar als je al die dingen op een rij hebt. Maar onze bedoeling is in geen enkel opzicht om bijvoorbeeld mensen te vervolgen die fout zijn geweest. Het gaat niet zozeer om mensen, want mensen maken vaak gebruik van een systeem dat hen al die mogelijkheden biedt. Wij richten ons op het systeem waarop de politiek functioneert. Dat systeem willen wij veranderen. En ik denk dat dat
iets is waar mensen zeg maar, zich op moeten concentreren. Mensen zeggen, hey, je moet die en die gaan vervolgen. Nee, dat doen wij niet aan. Daarom benoemen wij ze ook niet. Wij wijzen erop wat er allemaal gebeurt. Maar ons doel is, wijzig het systeem. En daarmee maakt het veel moeilijker dat er dan ook door mensen apart, door individuen of door groepen als politieke partijen, corruptie of ondeugdelijk bestuur wordt bedreven. Ja. Volgende vraag. Armand, je hebt zelf gezegd dat de huidige ideale checks and balancing system een schitterende model is. Hoe zouden we deze schitterende model laten werken? Door alle instanties die daarin genoemd worden ook tot hun recht te laten komen. Ik denk, en ik ben ook, ik heb wel eens van de verschillende instituten, van de SER en van de Raad van Advies en van de Algemene Rekenkamer en van de Centrale Bank, wanneer ik met ze sprak, was bijna altijd een van de eerste opmerkingen van, jeetje, je bent de eerste of de enige die ooit bij ons is gekomen om nadere informatie, met enige die gebruik heeft gemaakt van al onze informatie. Ja? Ik vond dat ongelooflijk. En het is tot nu toe nog steeds zo. De politiek, een groot deel van de politiek, leest dit gewoon niet. Dus ik denk dat als wij op een of andere manier meer of meer verplicht maken dat sowieso het parlement, maar ook het bestuur, niet alleen maar die rapporten lezen, maar daarbij ook nadere uitleg krijgen van de instanties. Wat bedoelen we ermee? Wat zien we? Waar moeten we naartoe? Ook van de Raad van Advies. Niet alleen maar een rapport, maar een bespreking. En dat de adviezen ook in publieke bijeenkomsten worden besproken door het parlement. Een parlement wat niets meer gericht is op het eigen belang van de partij, maar op het publiek belang. Dat al deze adviezen die erop gericht zijn om een veel beter product te verkrijgen, bijvoorbeeld een veel beter begroting, dat die dan ook worden nagevolgd. Dat kan ook alleen, zeg maar, de uitvoering van de centrale accountancies, als al die organen op een gegeven moment een voldoende bezetting hebben. Zoals ik al heb aangegeven, de centrale accountancysdienst bestaat nu uit 3 of 4 mensen. Bijzonder goedwillende mensen allemaal, maar veel te weinig om al het werk aan te pakken. Bijna elk, laat zeggen, onderzoek wat ze doen, en dat is maar een kleine greep uit het geheel wat nodig is, bijna elk onderzoek leidt er naartoe dat er malversaties worden vastgesteld, fraude en dat soort dingen. We hebben in het verleden al wel eens gezien dat alleen al bij het laboratorium 10 miljoen is verdwenen, bij directie onderwijs was 1 miljoen bij 1 onderzoek, nog eens een keer 1 miljoen bij andere onderzoeken, bij Inseanschap en Pleo was een bedrag van 2 miljoen verdwenen. En zo heb je bij allerlei instanties. We hebben zelfs op een gegeven moment bij de politie fraudeonderzoek gehad. Oké? Okay? Nou, de meeste resultaten komen niet in het publieke daglicht te staan. En dat, ik vind dat een kwalijke zaak. Want dat geeft als het ware een signaal aan al die mensen die kwaad willen, van hé, er gebeurt niks. Het wordt niet onderzocht. Ik ga mijn gang. Nee, wij moeten daar publiekelijk uiting aan geven. We moeten dit publiekelijk aan de kaak stellen. En we moeten dus ook al deze instantie, de accountantsdienst en de Algemene Rekenkamer, moeten wij aanvullen, zodat bijtijds, en niet na 7 of 8 jaar, bijtijds, elk jaar opnieuw, net als de commerciële sector, binnen 2 of 3 maanden nadat het jaar is afgelopen, alle cijfers op een rijtje hebben. En wanneer er sprake is van, ik noem maar wat, malversaties, dat die ook meteen kunnen worden aangepakt. En is het moeilijk? Het is helemaal niet moeilijk. Ik denk dat het goed is dat mensen zich realiseren hoe klein Aruba is. De begroting van Aruba is minder dan de begroting van de Universiteit van Utrecht. Is minder dan de begroting van de Universiteit van Erasmus. Dat zijn, nou ja, laat ik het even onbeleefd noemen, dat zijn scholen. Schooltjes, ik bedoel, waar hebben we het over? Ja. En die instanties, de Universiteit van Utrecht, moet niet proberen om 6 maanden te wachten met haar jaarrekening. Die mensen worden ontslagen. Ja. Snap je? Hier zo wachten wij geen 6 maanden, geen 6 jaar, geen 16 jaar, meer dan 26 jaar wachten wij op
uitslagen. Ik bedoel, het is te belachelijk voor woorden en we blijven dezelfde mensen benoemen op deze verantwoordelijke plaatsen. No. Incredible. Incredible. Nou, laten we doorgaan, Armand, want tijd vliegt voorbij en de vragen blijven komen. Dus we moeten even kort en krachtig doorheen. En ik vind het belangrijk voor mensen dat ik alle vragen eventjes oplees. Want je weet maar nooit, soms lijkt het vraag op het volgende, maar kan je het nog steeds beantwoorden. Ja. Alle ideale plannen hebben andere uitwerkingen. De praktijk ziet er anders uit dan de theorie. Hoe zal de evaluatie hiervan uitzien? Van jouw plan, jouw ideale plan. Die evaluatie die wordt op het algemeen gegeven door diezelfde onafhankelijke instanties, zoals de Algemene Rekenkamer, ook zoals de Raad van Advies. De Raad van Advies geeft meestal, laat zeggen, haar mening voordat iets wet wordt, maar ze geven ook achteraf op een gegeven moment een evaluatie. Dat moet met name door onafhankelijke instanties gebeuren. En die hebben we al. Dus we hoeven daar niks aan te veranderen. We moeten ze alleen meer autoriteit geven. Is er ruimte in ons statuut voor andere of verschillende bestuursvormen binnen het Koninkrijk? Zonder meer. Het statuut is daar heel duidelijk over. Die geeft alleen maar aan dat elk land op zijn eigen manier invulling kan geven aan zijn democratische bestel. Oké. Nou, in Nederland is juist de referenda geprobeerd te stoppen. Hopelijk in Aruba ervoor gaan. En het volk zal dit moeten afdwingen, ben ik bang. Dat is meer een constatering. Dus dat in Nederland is juist een referenda, hebben mensen geprobeerd om het te stoppen. Hopelijk, als ik daarop mag reageren. Ja. In Nederland is dat gestopt of heeft dat niet goed uitgewerkt, omdat ze het totaal verkeerd hebben aangepakt. Net zoals het referendum voor de Brexit. Die is helemaal verkeerd aangepakt. Die is aangepakt op basis van een campagne van een paar weken door de politieke partijen. Een referendum, zoals ik dat zie, dat zou hier plaats moeten vinden op basis van zo'n burgerpanel. Een burgerpanel met vertegenwoordiging uit alle geledingen van de bevolking, die al heel vroeg zeg maar een totale informatie krijgt via documenten van het probleem waar het om gaat. Belangrijke problemen. Ja, en ik noem iets als euthanasie bijvoorbeeld, of het homohuwelijk, dat alleen maar hier op politiek niveau wordt besproken. Nou, dit soort zwaardere thema's zouden moeten worden besproken via zo'n burgerpanel, die dan de informatie krijgt van hoe zit het er werkelijk mee, documentatieonderzoek, besprekingen met experts, besprekingen ook vooraf met een achterban, achteraf ook met de achterban, onderlinge bespreking die maanden mogen duren. En dan met een, met een eindoordeel komt die ook moet worden gevolgd door parlement en regering. Want geen enkel parlement heeft de tijd, heeft de mogelijkheid om zulke diepgaande issues binnen de hun toegemeten tijd behoorlijk te bespreken. Dat kan niet. En daarom krijg je vaak gewoon half werk of ja, slecht werk. Ja. Nou, nog twee vragen. Wat is de reden, denkt u, dat de RMR-artikel, nummer 43, het statuut niet ingezet de afgelopen jaren van ondeugdelijk bestuur in de landen overzee? Dat is een beetje een kromme zin, maar wat is de reden? Nee, ik snap hem wel. Ik snap hem wel. En daar kan ik heel makkelijk op antwoorden, want het is ook een verwijt dat ik steeds aan Nederland heb gemaakt. Van, hey, je weet hoe de situatie is. Je weet dat er structureel sprake is van een deugdelijk bestuur. Je hebt die regel in het statuut wat jou een bepaalde verantwoordelijkheid geeft. En natuurlijk, officieel gaat het niet om Nederland, maar om de Koninkrijksregering. Maar in de praktijk gaat het inderdaad wel om Nederland. Waarom grijp je niet in? En dan is het antwoord stevast, en dan kan ik ook heel goed inkomen van, kijk eens even goed. Aruba is officieel autonoom. Mm-hmm. Als wij ingrijpen, dan is het eerste wat Aruba doet, en dat geldt ook voor de andere eilanden, hey, luister eens even, wij maken als Nederland, jullie Nederland maken inbreuk op onze autonomie, jullie zijn bezig met rekolonisatie. Wij gaan jullie aangeven, wij gaan jullie op het beklaagde bankje zetten bij de Verenigde Naties.
Nou, dat is het laatste waar Nederland zin in heeft. Daar komt bij dat je de verhoudingen tussen Nederland en zijn koninkrijkspartners hier in het Caribisch gebied moet vergelijken zoals je Aruba kunt vergelijken qua omvang met Venezuela of Latijns-Amerika. Het is zo'n klein probleemgebied voor Nederland, dat Nederland, ja, die heeft daar een bepaald budget voor beschikbaar gesteld. En ja, die zet al zijn aandacht op zijn eigen problematiek, op Nederland zelf. En met name sinds het onderdeel is van de Europese Unie, op alle verplichtingen, op alle vereisten, ook op alle problemen die in de Europese Unie spelen. En mensen zeggen wel van ja, maar wacht eens even. Wij zijn een familie samen met Nederland. Nederland heeft verplichtingen jegens ons. Dat klopt, maar Nederland maakt ook deel uit van de familie Europese Unie. Daar heeft het ook verplichtingen. En we zien eigenlijk hetzelfde in Europa gebeuren, waar Nederland op een gegeven moment bijzonder wordt bekritiseerd vanwege het feit dat hij niet zomaar geld geeft, maar daar strakke voorwaarden aan stelt. En dan zie je een bijzondere gelijkwaardigheid. Want wie zijn de landen die eisen dat Nederland het geld van haar burgers, zomaar cadeau geeft? Nou, dat zijn de landen die al decennia lang onder zware kritiek leveren van de rest van de Europese Unie, dat er sprake is van corruptie, dat de maffia een intrede heeft gedaan in het bestuur, dat er sprake is van structureel ondeugelijk bestuur op alle terreinen. En de regeringen, opeenvolgende regeringen van Italië, hebben al die bezwaren opzij gelegd en zijn doorgegaan en hebben daardoor een enorme schuld gecreëerd. Met elk jaar opnieuw enorme tekorten op hun begroting. En die hebben nooit gevolg willen geven aan de waarschuwingen van Europa. Met dit als gevolg. En wat ze nu willen, en Griekenland was precies hetzelfde, Spanje in iets mindere mate en zo. Maar het zijn juist die landen die altijd problemen hebben gegeven door de manier waarop zij invulling hebben gegeven aan hun bestuur. En nu verwacht je dat landen die, zoals Nederland in dit geval, want we hebben het over Nederland, die vanaf 2008 een heel strak bezuinigingsregime hebben opgelegd aan hun bevolking. Hun bevolking hebben echt, met name de ouderen, met name de sociaal zwakkeren, hebben hier echt onder geleden. En dat deze mensen nu feitelijk hun belastinggeld cadeau moeten geven aan dit soort landen. Ja, als ik in Nederland zou wonen, zou ik een middelvinger opsteken naar mijn regering. Ik zou dat niet pikken. Ja? Ik zou zeggen, no way. Ze mogen het geld lenen, prima. Maar als je dat cadeau gaat geven, dan wel onder heel strakke voorwaarden dat dit niet meer gaat voorkomen. Nou, Nederland doet precies hetzelfde met Aruba. Wat krijg je? Kijk, het feit dat Nederland samen met Oostenrijk en zo nu zo erg worden belaagd, is niet anders als het straffen van landen voor, laat zeggen, verantwoordelijk beleid wat ze hebben gevolgd. Al deze landen hebben veel minder financieel te lijden van de gevolgen van de COVID-crisis. Dat is niet tegenstaan het feit dat Nederland, vanwege zijn exportpositie, een van de zwaarst getroffen landen is in Europa. En toch kunnen ze dat aan. Waarom? Ze hebben gewoon een heel goed financieel economisch beleid gevolgd. Heel voorzichtig, heel sparend. Hartstikke goed, ze hadden een van de laagste begrotingstekorten. Maar omdat je dat beleid hebt gevolgd, word je feitelijk gestraft. Het is hetzelfde wat op Aruba heeft plaatsgevonden, helemaal aan het begin van dit of vorig jaar. Toen de regering zei van, luister eens even, we hebben heel snel geld nodig. Laten wij al diegenen die ons belasting verschuldigd zijn, een korting geven. Ja? Want daardoor krijgen we misschien weer geld binnen. Nou, als ik een ondernemer was en ik had volgens de regels, volgens de wettelijke bepalingen, had ik mijn belasting op tijd betaald, volledig. En ik zie nou dat al die mensen die de wetten niet hebben gevolgd, die schuldig zijn geweest aan overtredingen van wettelijke bepalingen, maar beloond worden omdat ze nu maar de helft gaan betalen, ja, dan zou ik de volgende keer zeggen, weet je wat,
vergeet die wet, ik ga mijn belasting ook niet betalen. En dat is wat dit soort landen gewoon doet met Nederland. Je straft landen die wel een verantwoordelijk beleid volgen. En ik denk dat je veel meer naar zichzelf moet kijken. Dat klopt. Ik geef je alle gelijk in dit. Laatste vraag. Ik denk het belangrijkste is ook. Konos probai Ghana efficiënt par un gemeenschap democratie. Konos por haye isaki in best die loke nos team aworaki. Dus wat kunnen we gaan doen? Inderdaad, voor de missie. Ja, voor de gemeenschapsdemocratie. Wat kunnen we doen om gemeenschapsdemocratie te realiseren? Voor mij is dat bewustwording. Bewustwording dat wij niet meer kunnen doorgaan met de manier zoals dat tot nu toe politiek is bedreven. Ik denk dat op heel Aruba, natuurlijk met uitzondering van diegenen die hiervan hebben geprofiteerd via baantjes en via terreinen en zo. Die zijn heel blij met het systeem. Maar de grote meerderheid van Aruba is gewoon slachtoffer op de een of andere manier van dit systeem. En dat die mensen nu wel zoiets hebben van, luister even, we kunnen zo niet doorgaan. Met andere woorden, we moeten wat anders hebben. Andere mensen zullen geen uitkomst bieden. Andere partijen zullen echt ook geen uitkomst bieden. Een ander politiek systeem. Ja, niet mijn systeem direct per se, maar een bespreking. Wat zal het beste gaan doen? Dat is ook weer, dat kan alleen maar het gevolg zijn van die bewustwordingscampagne, intensief gesteund door alle groeperingen en door te komen met voorstellen voor een nieuw systeem waarbij participatie van de bevolking veel beter mogelijk wordt. En ik hoop, zoals ik ook in het laatste plaatje heb laten zien met die vinger, daarbij moet men niet afwachten op een Armand Hessels die dan steeds met dit soort lezingen iets naar voren brengt. Maar het zou heel mooi zijn als al die mensen zouden meedenken en zouden meewerken aan die bewustwording, aan de bespreking, aan het verspreiden van het idee. Als zij kunnen werken aan die olievlek, nou dan zou ik heel gelukkig zijn. En ik hoop ook dat dat het gevolg zal zijn van deze laatste lezing, waarvoor ik jullie hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Ja, nou dat hebben we gezegd. Je hebt gelijk. Het is voor nu de laatste lezing van deze reeks. Tot het nieuw academisch jaar. Want wij gaan ook eventjes een pauze nemen met onze webinar. Maar nogmaals bedankt Armand voor dat zeer belangrijke en nodige presentatie. Dat ook weer bij mij en ik hoop bij heel veel anderen ook bewustwording heeft gebracht, maar ook eventjes dat zij verder dit met hun vrienden en familie kan bespreken. Want ik denk dat dat belangrijk is. Echt bewustwording en, onder de gemeenschap. En we hopen na het opnemen hiervan en dat we het op onze website en met mensen gaan delen, dat ze het nogmaals naar gaan kijken en reflecteren en ook naar hun eigen rol in het hele proces gaan bekijken. Nou, en zoals Armand zei, het is topic 12 van de Donut Economic Framework. Het is nog niet het einde, maar wij gaan een pauze nemen. Het is zomer en wij, Center for Lifelong Learning, willen ook eventjes ontspannen na een drukke periode. Ik kan me voorstellen, u ook. Maar bedankt dat u zich heeft ingelogd voor deze Zoom-presentatie. En ik kijk er naar uit bij de volgende, dat u weer bij de volgende aansluit. Zoals Armand zei, de presentatie zal gedeeld worden met degenen die zich hebben aangemeld voor deze webinar. En mocht u vragen hebben, stuur ons een mail. Mocht u lid willen worden van de Center for Lifelong Learning, dan adviseer ik u om naar onze website te gaan, www.ua.aw, en kijk naar Lifelong Learning of stuur ons een mail naar cll@ua.aw. Ik wens iedereen een fijne middag verder en tot de volgende keer. Daag! Adiós.